Dus, mama knap, dokter knap. De Niagara Falls, ben je daar ook geweest? Trouwens, mijn dokter heeft zoveel kleren voor mij gekocht, mensen. Zo, dan ga ik weer een hapje nemen. Mooie bloemstukjes gehad, cadeautjes gehad. Mensen menen het met me, hè. Dat is het. Welkom bij Madhu Vlogs. Een kanaal waar u eet- en vlogvideo's te zien zal krijgen. Like, subscribe en druk op het bel-icoontje om een notificatie te krijgen van de nieuwste video's. Zo, mijn lieve kijkers. Welkom op Madhu Vlog kanaal. Ik ben een beetje moe. Ik kom net van mijn werk. En ik heb zo'n honger. Ik heb nasi gemaakt vandaag. Nasi met kip. Het is heerlijk. Ik heb een beetje honger hoor. Dat ga ik nu eten. Heerlijk. Zon is heel fel. En ik heb vandaag een beetje blue aan. Blauw. Met mijn blauwe pet en mijn blauwe jurk. Ben ik eventjes naar de markt geweest. Ik heb een aantal spullen daar gehaald, weet je. Lemmetje en zo. Dan ga ik dat persen, dan ga ik nibwakki chutney met peper maken. Boy, sweetie, zoals als ik dat had, had ik een beetje op die eten kunnen strooien, weet je. Zo lekker zijn. Nou, ik ben benieuwd van mijn kijkers met de mooie comments, die heb ik gezien. En ik wil voor mijn kijkers ook lezen en vertellen wat ik ervan vind. Prachtige wensen, woorden, gebed, alles hebben ze voor mij geschreven. Ik ben ziek geweest, maar ik vind nog steeds niet, nog steeds niet zo lekker, maar het gaat wel. Met jullie praten en doen en gebed gaat goed. Dan ga ik beginnen. Ieder mens kookt op zijn eigen manier. Maar mijn dochter zegt, wauw, Bara, heerlijk. Dankjewel, Yusher, met je mooie comments. En daar had ze mijn Bara-recept gezien en dat vond ze het zo lekker. Ja, natuurlijk. Ieder mens kookt op zijn eigen manier. Zo hoort het ook, hè. Oké, dat heeft Neil Press geschreven. Mijn mening. Iemand maakt zoveel moeite om ons haar manier van Bara maken te laten zien. Dan heb je mensen die zoveel kritiek leveren. Mijn oma zet geen gids enzovoorts enzovoorts. Waarom focus je niet op het eindresultaat? Het is nog steeds haar manier en ik vind dat het lekker uitziet. Ga zo door. Nou, dat zijn mijn lieve kijkers, hè. Dankjewel, Neil Press. Hartelijk dank voor je mooie comments. Natuurlijk, zo is het, hè. Niemand is verplicht om mijn recept te volgen of jouw recept te volgen, weet je. En ieder doet zijn eigen manier, snap je. En als het maar lekker is, snap je. Dus dat, hartstikke bedankt en blijven kijken en volgen, hè. Elke zaterdag en zondag. Daar had ik lumpia gemaakt. En daar heeft Honey geschreven. Hoi, Honey. Dankjewel dat je me volgt. Het zijn nieuwe mensen hoor, nieuwe volgers van me. Gewoon alle groentes fijn snijden en even kort wokken. Balanceren lekker. Lang niet op deze manier gemaakt en gegeten. Met zelfgemaakte flensjes. Dit is geen bladerdeeg. Dankjewel voor je reactie. Oké, dan had ik roti gevulde roti met aardappel gemaakt. Dat heeft Sharita Harag. Hoi Sharita. Ze vraagt mij hoeveel roti's komt uit 2 kilo meel. Ja, hangt er vanaf. Hoe dik, hoe dun je het maakt. En hoe groot, hoe klein je het maakt. Van 2 kilo bloem, ongeveer 35 tot 40 centimeter groot roti maak ik. Van 2 kilo maak ik 30 plaat. Maar wel grote roti en ietsje dikker. Dus dat is mijn recept en ik maak dat. En als je dunner wil, ietsje kleiner, dan 40 stuk zo. Dankjewel voor je vraag. Dan weet je dat. Proberen hoor, zeker. Joyce Dahu. Joyce schrijft, Bara, hou van Bara. Kreeg gelijk wat tanden. Ik hou trouwens van al ons Hindoestaanse eten en snacks. Dankjewel voor het delen. Graag vanuit Duivendrecht. Oh, dankjewel. Mag je ook bestellen hoor. Trouwens, ik ben weer terug van vakantie. Mensen mogen altijd nu de bestellingen plaatsen van alles en nog wat. Snap je?
dan ga ik een hapje nemen, want mijn buik die knort. Wegens dat ik een beetje ziek was, heb ik niet zoveel trek, maar ik doe mijn best om te eten hoor, want ik moet leven en gezond worden. Boei, op mijn werk heb ik gekookt toch vandaag nasi. Heerlijk hebben ze gevonden. Trouwens, als ik kook, kook ik echt uit van mijn hart. Mensen worden echt blij van. En ik maak mensen blij. Al was ik ziek, ik ging gewoon naar die mensen te koken. Weet je? En zo Nu ben ik op Madhu vlog kanaal. Op mijn vlog kanaal. Honnie schrijft. Hi Honnie. Leuk kookvlogs hoor. Surinaams eten is toch het allerlekkerste. Dankjewel. Geniet ervan. Jij ook, dankjewel hoor, om te kijken en te volgen. Joyce schrijft. Hoi Joyce. Ram Ram Behna. Weer zo'n leuke video samen. Ja. Veel plezier met doktertje Lief. En dan schrijft Joyce. Onlangs was ik op vakantie met mijn hele gezin. Wat hebben wij samen genoten met elkaar. Zeker weten, je kent altijd met je gezin hè. De hele mikmak was bij elkaar. En shoppen natuurlijk. Groetjes Joyce, ik blijf volgen. Dankjewel lieve Joyce. Ja, als je op vakantie gaat, hè, dan ga je speciaal shoppen. Hè. Dan wil je alles kijken, ontdekken, zien. Je blijft kopen. Elk land heeft zijn eigen product, eigen merken, weet je. En het is altijd zo leuk om te kopen. Trouwens, mijn dokter heeft zoveel kleren voor mij gekocht, mensen. Mooie t-shirt, broeken. Ik heb geshopt als een gek. Ze heeft mij van alles kunnen geven wat ik wou, hoor. Van Canada tot naar Amerika heeft ze mij 2 keer gebracht. Wij hebben geshopt, we hebben uitjes gemaakt. Wauw, we hebben echt genoten. Dan wil ik hierbij ook bedanken aan Joyce hoor. Dankjewel Joyce dat je mij volgt. Blijven volgen hè. Elke zaterdag, zondag. Nieuwe vlogvideo komen eruit. Oké. Okay. Dan ben ik ondanks dat ik ziek was. Was ik jarig geweest. Eline schrijft. Hoi Eline. Leuk om jullie zo te zien. Genieten. Enjoy. Shoppen in Chinatown. Toronto was ik gaan. Dankjewel. Moet je ook doen, hè? Als je de kans krijgt, moet je ook gaan doen. Zo leuk met jou in Chinatown. Het lijkt dat je in de Chinese dorp bent. Heel fijn. Oké. Het was mijn verjaardag. Eline Jiwan. Leuke bericht van je hoor. Dankjewel. Eline schrijft. Happy birthday mevrouw. Vele gezellige jaren toegewenst en beterschap voor nu. Hartstikke bedankt hoor. Dankjewel. Doet me zo goed. En dat schrijft je. Misschien heeft u een jetlag. De ene maal heb je er meer last van dan ander. Dat is waar. Ik heb jetlags gehad, maar deze keer was het, ja, ik zou zeggen jetlag. Maar het is al bijna een maand dat ik al terug ben hoor. Dus het moet wel nu over. Maar nu gaat het ietsje beter, weet je. Dus dat wel. Zo, dan ga ik weer een hapje nemen. Lekker. Zo. Nu heb ik een hele leuke bericht van mijn vriendin. Dat is Sharmila Bika. Hoi Sharmila. En weet je wie die Sharmila is? Op mijn werk. Waar ik werk, ik kook. Ze houdt zoveel van mijn lekkere eten. Ze heeft zelf gedanst op mijn verjaardag daar. Ze is echt een gezellige vrouw. Hele lieve vriendin van me. We noemen elkaar als een... ze noemen Didi. Weet je, ik ben ietsje ouder dan haar. Dankjewel Sharmila voor je mooie bericht. Dan ga ik het lezen. Hi schatje. Ik ben Sharmila en ik vond het heel leuk
dat u uw verjaardag had gevierd op werk. Het was heel gezellig. En beterschap. Dank je wel, Jamil. Ik zie je weer morgen hoor op werk. En blijf volgen. Ja, zij volgt me. Hè? En elke dag als ik op werk ga, ja. Ik heb je vlog gezien. Ik heb dit gezien. Ik heb dat gezien. Was zo leuk. Oké. Heel erg bedankt, Jamil. Ik spreek je weer morgen. Daar heeft een zing geschreven. Zus Raamraam. We genieten van jullie video's. Wauw. We wensen jullie nog heel veel gezelligheid en geniet nut van. We nemen alles sportief. Dat zijn wij als Surinaams gewend. Groetjes, Vijay. Hoi Vijay, dankjewel voor je mooie bericht. En blijven volgen. Heel leuk hoor. Hartstikke bedankt. Nou, daar heb ik weer een felicitatie van. Rita. Hoi Rita. Rita zegt, van harte gefeliciteerd, G. Ben echt een lief mens. Ook van harte beterschap. Kijk graag naar de lekkere recepten. Wauw. Zo lief. Dankjewel. Blijf kijken. Elke week, hè, zaterdag, zondag. Niet missen. Giets heeft geschreven. Hoi, Giets. Leuk vlog. Heb genoten van die mooie beelden. Lieve groetjes. Dankjewel, Giets. Jazeker, hoor. Met heel veel kusjes en hartjes. Dat schrijft Roeraal. Hoi, Roeraal. Roeraal schrijft. Uw dochter is echt een knappe meid. Jazeker. Zo mama, zo dochter, hè. Dus, mama knap, dochter knap. Zo is het. Ik heb 4 dochters, allemaal zijn knap, hoor. En 1 zoon. Allemaal mooie kinderen. Lieve kinderen ook. Oké. Chitra Kali Singh. Zij schrijft. Zo mooi te zien hoe moeder en dochter van elkaar genieten. Echt respect. Dank je wel, Chitra Kali Singh. En dan schrijft ze nog een keer. Super gezellig. Komt me bekend voor. Ik hou ook van shoppen. Ik moet ook alles aanraken. Aanraken, voelen en passen enzovoort. Ja, dat zijn we vrouwen, hè. Dat doen we altijd, hè. Je weet het. Dank je wel voor je mooie bericht. Rita Mumtaz heeft geschreven. Hoi Rita. Rita zegt, toevallig ben ik ook daar geweest. Een tijd geleden. Met mijn broer Paris Moerli. Oh ja. Veel gezien van Amerika. Veel plezier samen met uw lieve dochter. Groetjes. Ja, Rita, dank je wel. Ja, het is mooi, hè, Amerika. Heel mooi, prachtig. En vooral de Niagara Falls. Ben je daar ook geweest? Prachtig. We hebben zelf een boottocht gemaakt. Maar ja, al die vlogs die komen, hoor, blijven volgen. Niet missen. Dus er komt heel veel avonturen op de vlog van mij. Oh, Ingrid Soeknenden heeft gereageerd. En dat is mijn zusje. Ze is vrijdag jarig. Dus, hoi Ingrid, liever. Zij schrijft, velen kunnen en mogen een voorbeeld van jou nemen, liever. Hoe jij zo klaar staat voor jouw mama. Jai Sri Krishna. Dankjewel. Blijven volgen. En dan schrijf je nog een keer. Wees gezegend met zo'n lief en zorgzame dochter. Ik ben heel trots op jou, lieve. Bitya. Kreeg een blok in mijn keel van blijdschap. Blijf zoals je bent, schat.
Jij doet jouw goede karma, liefje. Hiervoor gaat Siuji jou zeker belonen. Hou van jullie schatjes. Har Mahadeo. Dankjewel, ik hou ook van je. Wonnie schrijft, hoi Wonnie. Wonnie schrijft, alsnog van harte gefeliciteerd. En nog vele gezonde jaren na deze groetjes. Dankjewel. Ja hoor. Mariska Mohangu schrijft, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Veel geluk en gezondheid en nog vele jaren erbij. Dankjewel hoor. Het is zo fijn om te horen hoe mensen massaal hebben mij gewenst en alles gezegd. Hè. Dat zijn echte lieve mensen hoor. Sharda zegt, beterschap Madhu en van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dat heeft Chitra Bikram. Hoi Chitra. Chitra schrijft, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Dankjewel. Jasodra schrijft, gefeliciteerd tante, maak je dag. Zeker weten. Ik heb wel een leuke dag gehad hoor, een leuke verjaardag op mijn werk. Daarna was ik thuis gekomen, was mijn dokter ook thuis gekomen, mijn jongste dokter. Mooie bloemstukjes gehad, cadeautjes gehad. Dus, ja. Leuke dag gehad die dag hoor, was heel. En vooral met al die felicitaties van mensen. Oh, ik was zo blij. Rita Muntaj schrijft. Alsnog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag mevrouw, dankjewel. En hopelijk wordt u gauw weer beter. Groetjes. Groetjes terug hoor. Mensen menen het met me, hè. Dat is het. Andere schrijft Asha Badal. Een beterschap. Dankjewel Asha. En dan schrijft Asha nog een keer. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Dankjewel ook. Hartstikke bedankt. Indrawati. Bridge Mohan. Zij schrijft ook gefeliciteerd. Nee, ik had zoveel felicitaties. Als ik dit gaat allemaal blijven lezen. Nou, prachtig. Ik wil jullie van harte allemaal bedanken. Heel erg bedankt dat jullie mij hebben zo'n mooie verjaardag gewenst. Beterschap gewenst. Dat jullie allemaal met mij meeleven. Ik zou iedereen zeggen, heel hartelijk dank. Blijven volgen. Elke zaterdag, zondag. En als iedereen mijn video leuk vindt, graag liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken voor de volgende mooie, gezellige Madhu vlog video's. Blijven volgen. En ik zou zeggen, tot ziens. Dag, dag. Bye, bye. Ik ga verder eten hoor. Voor mij, er zijn zoveel berichten nog. Die ga ik allemaal voor jullie één voor één lezen. Dus ik ga iedereen zijn beurt komen. Dat ga ik lezen. Ik zou zeggen, dag. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te liken, subscriben, oftewel gratis abonneren.